Welkom op ons eiland. We hebben hier een aantal huisjes staan, onder andere een stoelenhuisje. We hebben hier een keukenhuisje en aan het eind hebben we nog een technisch huisje voor onze grasmaaier. Tom Hannes heeft deze legakker op de Vinkeveense plassen al jaren in zijn bezit. Maar het zou zomaar kunnen dat hij de boel rigoureus moet gaan omgooien. Want volgens nieuwe regels zou bijvoorbeeld zijn 24 meter lange steiger eigenlijk maar 1,5 meter lang mogen zijn. Ja, die moet compleet dan weg. En dit huisje staat te dicht bij het water. Nou ja, huisjes opschuiven, dan blijft er niets van over. Dus dan moet je gewoon een nieuw huisje bouwen. Regels over bebouwing en beplanting van deze legakkers zijn onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan. Vorige week werd daarvan een concept naar belanghebbenden gestuurd. Natuurclubs zijn enthousiast. Het aardige van dit plan is dat er allemaal voorstellen worden gedaan om meer aan de natuur te denken. Ook op de particuliere legakkers. En de eigenaren worden hopelijk enthousiast om bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers toe te gaan passen. Veel meer dan dat het tot nu toe gedaan wordt. Maar dat betekent dus ook dat legakker-eigenaren veel meer moeten gaan investeren in groen. En wellicht huisjes moeten gaan afbreken. Ik denk dat 90% van alle legakkersgebruikers maatregelen zouden moeten nemen om aan dit conceptbestemmingsplan te voldoen. Ik zie dat niet gebeuren. Ja, we weten ook allemaal dat het een proces is van tientallen jaren illegaal bouwen. En er wordt nu eindelijk eens een keer, uiteindelijk een criterium opgesteld waaraan je moet voldoen om eventueel huisjes te legaliseren. Waar de natuurclub en de legakkervereniging in ieder geval allebei blij mee zijn, is dat er na 10 jaar straks eindelijk een bestemmingsplan is voor de Vinkeveense plassen. Hoe langer dit proces niet doorgaat, stokt, hoe slechter voor iedereen. We hebben natuurlijk heel veel leden die wachten wat er mag. En als er straks een nieuw bestemmingsplan is, dan weten we dat. En als je daaraan kan houden, dan wordt dat gerealiseerd.